Tom, goedemorgen. Ja, het is al mijn middag, Johan. Oh, het is alweer middag. Gaat Ja, sneller jij dan je bent naar denkt. het voetballen van je dochter geweest, dus ja. Ja, en ik wilde daar gaan opnemen in het mooie Capelle in Zeeland. Maar ja, daar was geen hotel in de buurt. En ze waren bij de kantine waar ze de wifi-code kwijt. Dus het ging niet. En is het ook maar een klein dorpje, Capelle? Capelle Ja. Biesering, dit geloof ik, hè? Ja, op zich wel klein, maar het grappige is wel, er is wel een NS-station. Ja, dat klopt. Capelle Biezelingen. Ik ben er wel Capelle eens Biesering. langs gereden met de trein. Ja, daar was ik dus Ben vanochtend. ook wel eens met fiets hoor. Ben ik ook wel door geweest op Walcheren. Hoe was jouw Bridgeweek, Nee. Tom? Ja, redelijk. 2 keer 2 en 1 keer 4 geloof ik, dus zoiets. Nou, dus je Dus. speelt 3 keer in de week. Ja. Lekker. Maar jij gaat Dus. inderdaad minder les geven, maar ben je door minder les te gaan geven wel meer gaan spelen? Ja, dat scheelt, daarom heb ik een speelavond meer. Want normaal gaf ik wel eens op donderdagavond les en dat Ja. is nou gewoon een speelavond. Leuk. Dus ja, je moet keuzes maken. Keuzes maken in het leven. Ton gaat kies voor zelf spelen. Nou, groot gelijk. Ik heb hier een mooie kaart. Ja. Je hebt 10 punten in je handen, Nee, twee acht. azen. Oh, sorry, Acht. je hebt 8 punten in je handen. Heel goed. Ik was al aan het opwaarderen, Ton. Sorry. Ja, ik zou het in de gaten, ja. Je paarden over de zand. Je biedt twee ruiten. Transfer voor de harten. De Comtesse geeft een doublet. Dat is een uitkomstdoublet vaak. Partner biedt twee harten. Nou, dat kun je afspreken als een verplichte correctie. Er is natuurlijk wel een doublet geweest, dus mogelijk kan het iets anders zijn. Maar de vraag is in ieder geval: wat bied je nu? Ik heb hem gepost, Ton. En er komt twee dingen komen eruit. Nee, drie eigenlijk. Twee schoppen, Ja. drie harten Ja, en 4 ruiten. en vier harten. Nou, die had ik alle 3 wel verwacht. Top. Nou, aan jou de eer om ons wat inzicht te gaan geven in hoe we dit het beste aan kunnen pakken. Nou, partner heeft Sans toegeopend, dus hij heeft een evenwichtige verdeling met 15 tot 17 punten. En hij heeft in ieder geval zeker een 2 kaart harten. Dus de hartefit die staat vast. Je kan natuurlijk denken, nou, we kunnen ook nog steeds een schoppenfit hebben. Dat is Zou ook nog kunnen. mogelijk. Dat zou mogelijk. Nou is de vraag, is de marge haalbaar? Ja, met deze mooie kaart, met die 8 punten, is de marge 100% haalbaar. Want je kan in de harten, kan je fitpunten bij gaan tellen. En dan tel ik er gauw voor de harten. Ja, we hebben in ieder geval de fit, dus hoef ik niet zoveel bij te tellen als hij er 2 heeft. Maar ik kan voor de ruiter kan ik er sowieso 2 bij tellen. En voor de klaveren kan ik er 1 bij tellen. En dan kom ik al op 12 fitpunten. Ja. Ja. Dus, wat bied je hem nou? Ik heb gezegd, je kan 2 schoppen bieden. Dat zou een 8 plus beloven, maar dat zou eigenlijk een 5 kaart harten beloven. 2 stands kunnen bieden, maar dat vind ik slecht. 3 harten, ja, dat is voor de voorzichtelingen. En 4 harten, dat is voor de doeners. En daarom zei ik, als je 3 harten biedt, zou parten kunnen passen. En dat zou Ja. zonde zijn. Ja, inderdaad. Nee, leuk. Nou, als je voor de oplettende kijker ziet, inderdaad, het ging wel één sans pas twee ruiten. Er ging doublet bij West. Dit doublet Oh had ik eventjes weggehaald. Dus ja. staat gewoon nog wel in de bieding. En daarom snap ik jouw berekening van jouw fitpunten wel, Ton. Want jij telt er twee voor de ruiten, één voor de klaver. Maar er staat 4 fitpunten. Maar als jouw maat inderdaad na het doublet twee harten heeft geboden, zal die meestal wel een 3 kaart harten hebben. Dus dan mag je nog een extra fitpuntje voorbij tellen. Zo kom je aan 4. Ja. Maar ja, en 2 van die azen is ook heel krachtig, hè? Ja, precies. Die zijn eigenlijk, mensen denken wel eens, ja, ik heb alleen maar azen. Maar dat is juist krachtiger dan vier. Zeg altijd, maar 3 azen is meer waard dan 4 heren. Ja, zeker. Maar Zeker. dat zien mensen niet zo, hoor. Dat is, Nee, dat is waar. Ja. valt me altijd op. Ja, maar hij is zo leeg, krijg je dan als antwoord. Ja. Ik denk, ja, maar als je partner dan punt hebt, dan wordt het een hele volle kaart. Ja. Hier was het hele spel. En nu zie je inderdaad dat er inderdaad werd gedoubleerd. En partner bood 2 harten. Ja, 4 harten is hier een prima contract. Ja, en jullie hebben dat op step gespeeld met Monique. Jij met Monique. Ja, volgens mij wel, ja. Ik En had jullie hadden 4 harten plus 1.
Ja, zou goed kunnen. Ik weet het niet meer precies. Ik zag hem wel langskomen. Ik dacht wel van, het is wel een aardig inderdaad. Ja. Maar dit is inderdaad een aardig spelletje, inderdaad, vier harten. Je mag je echt wel opwaarderen. En jij noemde het ook, geef je partner geen raadsels. Kijk, als je hier nou weer twee schoppen gaat bieden of zo, dan het kan ingewikkelder worden. En je Ja. hebt gewoon je hartenfit heb je gevonden. Ja. Dan is het dan prima om gewoon richting harten te gaan. Ja. En zeker naar de manche. Je hebt nog een stukje theorie, Tom. Ja, precies. Ik denk dat is op zich ja, nog uit de lessen van Start met Brits. Ja. Dus hier heb je nou zo'n hand dat ik zeg, je kan fitpunten bijtellen. Dus in feite voor iedere troef extra kan je een puntje bijtellen. Ja. Nou, je hebt hier dus, Noord heeft de harten geopend, die heeft sowieso 5 kaart, dus je kan in de hart al 2 punten bijtellen hier. Ja. Nou, voor de singleton schoppen kan je ook nog 2 punten bijtellen. En voor de dubbelton klaveren kan je 1 punt bijtellen. En dan wordt die hand heel mooi. Ja, gewoon in het algemeen inderdaad. Dan kun je dat voor een singleton kun je bijtellen, voor een dubbelton en voor extra troeven boven de acht. Nou, dan moet je nog altijd even opletten als er honneurpunten, als er honneurs bij zijn, bij de Ja. singleton en de dubbelton, want dan wordt het ietsjes anders. Moet je even naar de Ja. volgende komen. Ja. Als je een boer hebt, ja, die is 1 punt waard. Maar het blijft gewoon een hele basale singleton waar je niet zoveel aan hebt. Die is eigenlijk net zoveel waard als die vier. Ja. Dus 2 punten is die maar waard. Hetzelfde geldt voor een singleton vrouw. En voor een singleton heer kan je eigenlijk ook geen extra punten bijtellen. Heb je singleton aas, dan is het de moeite waard om 2 extra punten bij Ja. te tellen. Dus het belangrijkste, heb je een singleton? Als het zonder plaatje is of met een aas, dan ben je super blij. Ja. En heb je een vrouw of een heer, tel je geen extra punten bij. En bij een boertje mag je nog één puntje bijtellen. Ik zou zeggen, maak er een screenshot van. Als je op YouTube kijkt, dan heb je het weer bij de hand. Bij de hand en dan weet je het. En Oh, bij nu de gaan we niet dubbelton voor een is het. singleton, maar voor een dubbelton. Dan is het nog iets anders. Het is de volgende dan. Ja. Dus dan zie je weer met een boer met een 9. Ja, dat blijft maar. 1 puntje waard. Hetzelfde geldt voor de vrouw, kan je geen punten bijtellen. Bij een dubbelton heer klein zou ik het wel doen. Dus bij een dubbelton mag je hem bijtellen met niks, met de heer en met het aas. Met een singleton eigenlijk alleen maar met niks en met een aas is het gunstig en anders is het minder gunstig. Precies. Ja, Nou, inderdaad. leuke Tel tip niet te dit. snel bij. En ook pas als je fit hebt, Tom. Uiteraard pas bijtellen als je fit. Ja, want die vraag kreeg ik ook wel eens. Dan ging ik met openen. Dan zei ook iemand van, ja, maar ik mag toch punten bijtellen voor mijn singleton. Nou, even wachten nog. Want je weet nog niet of het fit is. Nee, dat is pas waardevol bij een fit. Yes. Dan gaan wij Duidelijk nu weer dan. terug. Nou, wat niet zo moeilijk is, maar zeker voor beginners is het toch wel weer heel zinvol, denk ik. Zeker, helemaal goed. Ja, Tom, dankjewel. Jij hebt veel plezier met het spelen weer deze week. Ja, yes, we gaan ons best weer doen. Ik zeg, maak ze weer in. Volgende week waarschijnlijk een challenge uit de praktijk van Tom van deze week. We hebben het er al even over gehad, hè, Tom. Er komt al een Oh bijzonder ja. handje. Ik denk dat het bieden in een sandwich, dat is toch wel een leuke oefening. Bieden in de sandwich. Nou, dan gaan we volgende keer eentje over de sandwich doen. Ja. En dan zou ik zeggen, voor nu voor smakelijk eten met je sandwich. En dan zie ik jou volgende week. Uitstekend, Tom. Goed, Tom. Groetjes. Hoi.